Goedemorgen, u kijkt naar de weerswachting van weerblaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden in de buurt van Nederland, maar boven Nederland zijn er weinig wolken. De wolken trekken wel vanuit het zuidwesten over het land, maar er zijn flinke zonnige perioden en het blijft vanochtend ook droog. De temperatuur loopt erop op, ligt halverwege de ochtend rond 23 graden en vanmiddag wordt het dan echt zomerswarm, met maximaal van 24 tot 27 graden. De zon blijft goed van de partij, maar er zijn ook overal enkele wolken, zeer lokaal kan zo'n wolk misschien uitgroeien tot een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook vanavond weer een heerlijke zomeravond. Bij weinig wind is het rond 9 uur een graad of 22. In de loop van de nacht daalt het kwik tot 16 graden. Dan valt er misschien langs de westkust een bui. Morgen komen er meer buien. Vooral om de middag en avond kan het regenen en onweren. Hagel en windstoten zijn ook mogelijk, dus houd de weersverwachting in de gaten. Wordt wel warm, 25 tot 28 graden. In de nacht na zondag trek je die buien weg en zondag overdag valt er vooral in het oosten nog een bui, in het westen blijft het droog. Maandag is het grotendeels droog, dinsdag kan er weer een enkele bui vallen en de temperaturen blijven zomers. Ik ben Michiel Severin van WWW.NL.